We gaan terug naar het begin van 1998. Ja, februari. Er zijn oefeninterlands van het Nederlands elftal in Florida. En bondscoach op dat moment is Guus Hiddink. We zitten s'avonds te eten in Florida. Het was in Fort Lauderdale. We zitten in een steakrestaurant. En dat is van Don Shula. Don Shula was de grote coach van de Miami Dolphins. Nou, en er hangen daar in die steektent hangen allemaal foto's van allemaal bekende sportmensen uit Amerika. En ik zit daar wijs te doen tegen Guus Hiddink. En ik zeg de hele tijd, Guus, hey, en wie is dit? En wie is dat? En wie is zus? En wie is zo? En Guus wist het natuurlijk allemaal niet. En ik was natuurlijk de stoere boy. Maar, wat gebeurt er? Guus zegt ineens tegen mij, en wie is die man dan? Daar, op die foto. En ik zag het even zo snel niet. En ik wist het even niet. Dus deze stoere jongen, die was eventjes mondje dicht. En Guus zegt, dat is Joe DiMaggio, Harry. Oh ja, zeg ik, verrek. Nou zie ik het, is Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, de honkballer van de New York Yankees. Groter dan een legende. En getrouwd geweest met, ja, Marilyn Monroe. Wie kan dat zeggen? Nou, dus de hele tijd, ja, en Guus bleef dat mij maar inpeperen natuurlijk, over Joe DiMaggio. Dus elke keer als ik hem tegenkwam, tijdens dat hele trainingskamp daar in Florida, dan kwam hij langslopen en dan zei hij tegen mij alleen maar, Joe DiMaggio. En dan bleef hem maar aan de gang en maar vervelen, Joe DiMaggio. Elke keer persconferentie, dan begon hij weer tegen mij. Hey Harry, Joe DiMaggio. Ja, oké, Guus, ik snap hem, ik begrijp hem. Fijn, wat gebeurt er? Een paar maanden later vlieg ik naar San Francisco met een Amerikaan. We gingen daar golven. En ja, de Amerikaan moest even naar de wc, die komt terug en die is helemaal in extase. Die is helemaal, Amerikanen kunnen dat gewoon zwaar overdrijven, over de top. En je gelooft me niet, je gelooft niet wat ik gezien heb. Ik zeg, wat heb jij gezien? Voor in het vliegtuig, in de business, daar zit Joe DiMaggio. Joe DiMaggio zit in ons vliegtuig. De man helemaal over zijn toeren. Ik moet en ik zal, ja, een handtekening hebben van Joe DiMaggio. Zeg, rustig aan. Ik zelf ook nog even naar voren naar het vliegtuig. Ook nog even kijken. Ja, lullig genoeg. En ja, daar zat hij. Joe DiMaggio zat in ons vliegtuig. En hij, ik zeg tegen die Amerikaan, rustig aan. Straks, na de landing, dan moet Joe ook wachten op zijn koffer. Ja, en dan staat Joe ook nog even zich te vervelen. Ik zeg, en dan slaan we toe. Dan pakken we hem. Ja, dus rustig aan. En dan krijgen we die handtekening van Joe DiMaggio. Daar stond hij, bij de band te wachten. En ik ging naar hem toe en ik stelde me voor. Ik zeg, I'm Harry from Holland. En hij vond het geweldig dat er iemand uit Nederland was die hem herkende. En hij even een beetje een babbeltje maken met Joe DiMaggio. Ongelooflijk. En hij gaf mij een handtekening. Ja, op de zijkant van een krant. Daar schreef hij het op. Nou ja, en niet veel later, maanden later, zie ik Guus Hiddink weer. Ja, op weg naar het WK van 1998. Ja, en ik zeg Guus, en ik had die handtekening keurig laten inlijsten. Ik zeg Guus, kijk wat ik hier voor jou heb. Speciaal voor jou, jij mag hem hebben. De handtekening van Joe DiMaggio. En Guus was er blij mee. Hij vond het fantastisch. En daarmee was dit verhaaltje ook helemaal
rond.